Plein 44 staat vanaf maandag tot zaterdag geheel in het teken van de sport padel. Een klein tennisveld in een glazen kooi beslaat het toneel waar deze redelijk nieuwe sport zichtbaar wordt gemaakt voor een groot publiek. We zien hier een padelkooi waar momenteel het Nederlands team, het KNLTB Nederlands team, aan het trainen is. En die zijn dus aan het padellen. Heel veel mensen vragen dan wat is padel? Ja, tennis in een kooi. En het lijkt ook een beetje op squash, want de wanden die mogen meedoen. Padel is een beetje een mix tussen squash en tennis. Het is minder dynamisch als squash. Het is minder fanatiek als squash. Hoewel je het wel op het hoge niveau heel fanatiek kan spelen. En het is iets sneller dan tennis. Tennis is toch wel een beetje rustig. Je loopt vaak achter de bal aan te rennen. Dat heb je bij squash niet. Bij squash blijft de bal binnen de kooi. En je hebt heel snel een leuke rally. Het is ook makkelijk te leren. Mensen kunnen na een kwartiertje instructie al een redelijke partij spelen. Op alle niveaus, zeg maar. Het is nog niet zo populair als tennis. Het groeit enorm. Het verdubbelt elk jaar. Wij denken wel dat het tennis wel eens ooit in zou kunnen halen. Want dat is in Spanje ook gebeurd. Daar heb je miljoenen padellers, meer dan tennissers. Nou, tennis heeft natuurlijk een hele rijke historie. Met heel veel coryfeeën in Nederland op dit moment ook. Kiki Bert is net weer een mooi toernooi gewonnen in Cincinnati. Dus ja, dat is een mooi voorbeeld. Padel is echt groeiend. Dus dat duurt nog een lange tijd voordat padel zeg maar, het niveau van tennis gehaald heeft, denk ik. Het evenement is er niet alleen om de sport naamsbekendheid te geven. Er wordt ook competitie gespeeld. 7 verschillende landen strijden om de Padel Nations Cup. Ook Nederland doet mee. Hun eerste wedstrijd tegen San Marino werd zonder al te veel moeite gewonnen. Eerlijk gezegd ging het redelijk soepel. In de eerste set hadden we niet zo heel veel lange rallies, maar toch trokken we wel alle punten naar ons toe. In de tweede set kregen we wat langere rallies, waardoor het iets spannender werd. Maar ik denk dat we over het algemeen wel een gevoel hadden dat we de wedstrijd met ons kunnen uit konden spelen. Nou, ik denk dat ze aan Spanje een hele grote zware dobber zullen hebben. En dat ze tegen Italië en Frankrijk wel goed kans moeten kunnen maken. Dat kan ik eigenlijk al wel garanderen. Ik train zelf in Spanje en onze trainer die komt uit voor het team van Spanje. En we weten heel goed wat zij kunnen. En vooral bij de dames zijn ze heel erg sterk. Ze hebben ook een dame mee die bij de World Padel Tour meespeelt. Dus dat is het profcircuit binnen padel. Dus daar kunnen we wel wat meer van verwachten. Ja. Nou, ik heb toevallig van vandaag zijn ze begonnen allemaal. Die teams heb ik nu voor de eerste keer zien spelen. En we maken zeker kans om in de top 3 te eindigen, dat denk ik wel. Ja. Ja, het is onwijs gaaf om te zien dat al op de eerste dag al gelijk mensen eigenlijk bij de eerste pot op de tribune gaan zitten. En hier en daar echt al bezig zijn met het spelletje, applaudisseren. En dat is heel leuk. Andere evenementen merk je nog wel eens dat mensen wel een beetje kijken, maar dan toch weer doorlopen. Maar deze eerste dag is heel goed bevallen. Even de bal slaan. Als je van de top de baan, dan